Naast de heraanleg van het Olympiade Kruispunt, met dit weekend dus het leggen van de tramsporen, worden er in die buurt ook nog andere werkzaamheden uitgevoerd. Zo werd vanmorgen op de Olympiadelaan gestart met de kap van de lindebomen naast de tramlijn. Want de weg die loopt vanaan het Zwaantje tot het Olympiade Kruispunt krijgt een totale makeover. En daarvoor moesten de bomen wijken. De reacties in de buurt die zijn verdeeld. Vanochtend gingen de bomen op de Olympiadelaan tegen de vlakte, nadat eerder de bomen aan de Bruinlaan werden gekapt om plaats te maken voor de vernieuwde look van dat stukje kiel. Sommige buurtbewoners vinden het wel jammer dat het groen verdwijnt, anderen vinden dat vernieuwing nu eenmaal normaal is. Het is heel spijtig natuurlijk voor de omgeving, hè? Want het brengt toch wat groen mee en dan ook nog de vogeltjes die erin houden. We hebben er dan zelf ook nog veel plezier aan. Maar je ziet, er is heel weinig om te doen als ze hun wild willen doordrijven. Ze doen ze toch uit, onafgezien of dat de mensen er tegen zijn of ervoor. Vernieuwing, dat doet de bouw wat werken, anders kunnen ze niet voort. Hè. Dat is, zou wel nodig zijn. Maar het zijn natuurlijk gezonde bomen, maar ook zieke bomen bij. Aan de ondergrond, dat zijn allemaal gezonde stammen en gezonde gedeelten nog van de bomen. Hè. Dat is het spijtige van de zaak, als ze die allemaal zo plots maar uitdoen. En dan dikken ze nog met weekend. Dat de mensen weinig commentaar kunnen brengen. Hè? Het is voor sommigen niet helemaal erg dat de bomen nu weg zijn. Ik weet de kant niet, want ik heb altijd veel last van de bloren. Het is een rond punt. De bloren vliegen in de kelder. Ik heb just, je kunt het maar zien, hè? De zak. Ik heb 80 liter bloren op. Een volle zak. De kap vanochtend ging erg snel, maar dat is nog niet het einde van de werken. Ze werken hard. Het gaat goed vooruit. Het zou rap gedaan zijn, deze toch. Maar de gevolgen, als de straat breken, dan kunnen we, dan zijn we ingesloten. Hè.